We zijn al 5 weken ver in 2021 en ik heb ook al 5 boeken gelezen ondertussen. Ik zit goed op schema, want ik had mezelf voorgenomen om dit jaar 25 boeken te lezen. Als ik zo voordoe, dan doe ik het dubbele. Maar we zien wel. Het boek dat ik vandaag met jullie wil bespreken is De Wilde Stilte, geschreven door Rainer Wynn. Het is een jong boek. Het is uitgegeven in 2020 en het telt even spieken 317 bladzijden. Rainer Wynn, dat klinkt niet zo Nederlands. Het is dus een vertaling uit het Engels. Hoe ben ik tot de keuze van dit boek gekomen? Ik heb het horen vermelden in een podcast. Een podcast die helemaal niet over boeken gaat, maar het kwam toch daar te sprake. En daar werd het ten eerste een hype genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik dacht, een hype, dat is interessant. En ik wil altijd wel weten wat die hype uiteindelijk voorstelt. Maar wat me vooral aantrok, was wat men over het boek in die podcast vertelde. Men zei dat het een boek was die ging over teruggaan naar de natuur, teruggaan naar de wildernis. In die desbetreffende podcast omschreef men het als volgt. Het verhaal ging over een echtpaar, een man en een vrouw, die door een financiële miskleun alles wat ze hadden moeten verkopen, dakloos werden. En net op dat moment bleek dat de man ongeneeslijk ziek was. Dat heeft de koppel uiteindelijk beslist om met de tent op de rug een trektocht te maken langs de kustlijn van Zuidwest-Engeland. Niet evident, wetende dat die man ongeneeslijk ziek was. Bovenal is dit boek een roman, maar wel gebaseerd op een waar gebeurd feit. Dus het leunt een beetje tegen de non-fictie aan, al is het echt wel geromantiseerd neergeschreven. Maar toen ik uiteindelijk het boek had besteld en het boek binnenkreeg, zag ik hier op het titelblad staan het magische, sprankelende vervolg op het zoutpad. Ai, dacht ik toen. En ik bleek al vlug gelijk te hebben met mijn ai, want het boek dat uiteindelijk beschreven werd in de podcast is dus niet De Wilde Stilte, maar wel Het Zoutpad. Dit is effectief het vervolg. Waarover gaat dit boek dan? Wel, het is eigenlijk ja, wat er gebeurd is na die reis. Dus die man en die vrouw, die zieke man en zijn vrouw, die trekken met de tent op de rug langs de zuidwestkust van Engeland. Het klopt allemaal. Het is waarschijnlijk beschreven in het boek Het Zoutpad. Uiteindelijk zit die reis erop en wonen ze ergens in een studiootje achteraan in een kerk. Ik weet niet goed wat ik me daarover moet voorstellen. Maar achteraan in een kerk wonen ze. En daar, ja, vat ze hun leven terug aan. Dus het gaat eigenlijk over de periode na het zoutpad. In het boek lees je dus niet enkel hoe zij tot de beslissing komt om het eerste boek te schrijven, maar lees je ook hoe de man gaat studeren, hoe hij met zijn ziekte omgaat. Je leest hoe die vrouw, haar moeder, heel erg ziek wordt en komt overlijden. Je leest ook heel veel flashbacks naar het begin van hun relatie, naar de reis die men heeft gemaakt, naar de jeugd van de schrijfster van de vrouw. Ook een trektocht door IJsland komt aan bod. Het gaat over heel veel dus. Toen ik op het internet wat ging speuren, op zoek naar extra informatie nadat ik het had gelezen, las ik al heel snel dat Het Zoutpad een internationale bestseller was geworden. Ook het vervolg De Wilde Stilte doet het ontzettend goed, krijgt heel veel goede kritieken op Goodreads, onder andere en andere recensiesites. Het boek is ook heel goed geschreven. Dit is dus nog maar het tweede boek van Rainer Wynn en ja, dat lees je niet. Het lijkt alsof ze ontzettend veel ervaring heeft. Ze schrijft heel mooi, heel beschrijvend. Vooral de natuurstukken. Het is echt een boek die gaat over mensen die teruggaan, die teruggrijpen naar de natuur. De natuur, het wilde, wordt heel mooi omschreven. Daar is ze heel erg sterk in. Ik heb me door dit boek een beetje moeten worstelen. Ondanks wat ik daarnet vertelde, is het mijn stijl niet. Het is vreemd, want dit is in principe wel mijn stijl. Als ik zo de synopsis lees, dan denk ik, van, dat is een boek die me aanspreekt, vandaar dat ik het ook heb gekocht. Maar er is iets mis met dit boek. Die mooie beschrijvingen van de natuur bijvoorbeeld, ja, die zijn mooi, maar die komen heel vaak terug.
En op een heel vreemde manier. Het lijkt of zij plots zegt van, nu, na zoveel bladzijden, moet ik opnieuw een stukje natuur omschrijven. Natuur van anderhalve bladzijde. Dan heb je 10 bladzijden waarin er iets gebeurt. Dan opnieuw een bladzijde of 2 bladzijden of een halve bladzijde. Wordt iets heel gedetailleerd beschreven. En dat blijft maar terugkomen. Ik vond dat heel raar. En voor de rest, ik vind het heel moeilijk te beschrijven wat het voor mij zo moeilijk maakt om dit boek uit te lezen. Ik denk dat ik het moet samenvatten als volgt. Het is zo dat zij gewoon gemerkt heeft van het eerste boek, of haar uitgever heeft dat gemerkt, ik weet niet, iemand heeft gemerkt, het eerste boek was een groot succes, ik kan er niet over uitspreken, ik heb het niet gelezen, dus gaan we heel snel een tweede boek schrijven. Zo voelt het echt wel aan, alsof ze heel snel met een tweede boek voor de dag wou komen. Het hele boek lang zat ik na te denken van, waarom lees ik dit boek eigenlijk niet zo graag? Wat trekt mij niet aan in dit boek? En toen ik klaar was, denk ik eigenlijk dat de grote conclusie is dat dit boek simpelweg geen sterk verhaal heeft. Er is helemaal geen plot. En ik heb het gevoel dat er eigenlijk gewoon verschillende korte boekjes aan elkaar worden geplakt. Met dan die hele intense beschrijvingen van de natuur die echt wel de snelheid uit het boek halen. Je hebt het verhaal van haar moeder die stervende is en die sterft. Je hebt het verhaal van hun trektocht door IJsland. Je hebt het verhaal van een nieuw boerderij waar ze gaan wonen. En dat hangt gewoon niet aan elkaar. Het is echt bij elkaar geplakt. Dat is het gevoel dat ik heb. Helaas moet ik zeggen dat ik dit boek geen aanrader vind. Misschien als je het eerste boek hebt gelezen, Het Zoutpad, dat dit je dan wel meer aantrekt. Alhoewel, ik kan het moeilijk inbeelden dat je dat dan ook heel graag en vlot gaat lezen. Ik heb alvast na dit te lezen geen zin om Het Zoutpad, het eerste boek, te gaan lezen. Ja, nee, helaas. Ik raad dit boek niet aan. Ik weet niet of sommigen onder jullie het boek hebben gelezen en hetzelfde gevoel hebben als ik. Laat het mij weten. Misschien zijn er sommigen onder jullie die Het Zoutpad hebben gelezen, het eerste boek. Laat het mij weten wat jullie daarvan vonden. Moet ik dat misschien toch wel een kans geven? Naar goede gewoonte ga ik zo meteen een stukje, een fragmentje voorlezen uit het boek. Maar ik ga jullie nu al meegeven dat ik in de volgende aflevering van de Boekenkast een boek zal bespreken waar ik enorm naar heb uitgekeken. Het is La Superba van Ilya Leonard Pfeiffer, mijn favoriete auteur op dit moment. Ik had een paar fragmentjes aangeduid in het boek die ik voor jullie wou bewaren. Uiteindelijk, na het boek uitgelezen te hebben, heb ik die nog eens allemaal bekeken. Er is niet echt één fragment die mij hard raakt. Ja, het boek raakte mij ook niet zo fel. Ik heb er dan maar een stukje uitgekozen. Een stukje, en dat is ook iets wat vaak gebeurt in het boek en vind ik eigenlijk ook niet echt passend, opnieuw de snelheid uit het boek halen, maar wel interessant. Soms heeft ze weetjes mee over de natuur, over het klimaat. Het is duidelijk dat deze schrijfster enorm van de natuur en het klimaat enzovoort houdt. Dus ik zal jullie een stukje voorlezen waarbij ze plots, waar zij wonen, een grote groep witte reigers, zilverreigers, ontdekken. En dan zou je denken, wow, fantastisch, grote zilverreigers, heel indrukwekkend om te zien, dat is leuk. Maar dan duidt ze in dit boek waarom het misschien toch geen zo'n goed nieuws is. Luister maar. Bijna bewegingsloos stonden ze op de stenen. En hun witheid vormde een volmaakt, monochroom stilleven. Deze elegante vogels waren altijd zeldzame passanten geweest, onderweg naar het noorden vanuit het Middellandse zeegebied en Afrika. Maar tegen het eind van de 20e eeuw begonnen zich langs de zuidkust van Engeland permanente kolonies te vormen. Volgens de Wildlife Trust kan dat een gevolg zijn van de klimaatverandering, omdat de vogels naar het noorden en westen worden gedreven met het stijgen van de temperaturen, waardoor hun voedselbronnen verdwijnen.